Hallo allemaal, mijn naam is Rani en welkom bij Educate Yourself. Vandaag ga ik het hebben over een onderwerp dat mij waanzinnig interesseert. Namelijk wat stress doet met je hersenen. Anatomie is een lichtelijke fascinatie van mij en sommige mensen die weten dat van mij. Als ik geen schoonheidszorgen had gaan studeren, dan had ik wel iets van psychologie gaan doen of had ik geneeskunde gaan doen en neurochirurgie, zoiets. In een ander leven ben ik dat sowieso geweest, want ik ben zo gefascineerd door de hersenen. Het is erover. Je weet waarschijnlijk al dat stress van alles doet met je lichaam, maar dat begint allemaal in je hersenen. En vandaag ga ik proberen om in mensentaal uit te leggen wat er allemaal gebeurt, om duidelijk te maken hoe dat stress ervoor kan zorgen dat je lichaam op een bepaald moment nee zegt. In mijn vorige video over stress heb ik je al verteld dat wij een fight of flight response hebben. Fight, flight of freeze is het derde, beter gezegd. Die is daar vanuit de oertijd. Dat was super gemakkelijk, want in de oertijd dan kwam jij wel eens in contact met een sabeltandtijger bijvoorbeeld. En dan moest jij een bepaalde respons hebben die zei dat je daarmee moest vechten of dat je daarmee moest voor vluchten. Dus dat is wel een handig dingetje. Het probleem is enkel dat die fight of flight response is blijven hangen in de moderne tijden. En dat onze hersenen denken dat we oog in oog staan met een sabeltandtijger wanneer we ons ergeren aan andere mensen in het verkeer, bijvoorbeeld. Nu, in die fight or flight response gebeuren er wel wat dingen in de hersenen. Er komen een heleboel hormonen en neurotransmitters vrij. Ik heb geprobeerd mij eraan te zetten en al die namen van die hormonen en neurotransmitters van buiten te leren, maar ik heb dat opgegeven. Dus die namen en waar het in de hersenen exact gebeurt, want ook ja, dat is nog een onderscheid, dat ga ik je allemaal besparen. Maar dit zijn de dingen die gebeuren als je onder acute stress staat. Dus als jij moet vechten, moet vluchten of moet bevriezen. Je spierspanning gaat omhoog. Logisch. Als je moet vechten of je moet vluchten, dan moet je wel wat spierenkracht hebben in je benen of in je armen om dat waar te maken. Je gaat ook meer zweet produceren, minder speeksel en ook minder verteringssappen. Je kent dat misschien wel, dat je zo'n droge mond krijgt als je stress hebt. En dat die vertering niet meer werkt, dat is ook logisch. Je lichaam moet belangrijkere dingen doen dan usmoske kaas van de middag verwerken als jij moet vechten of moet vluchten. En uiteraard ga je ook adrenaline aanmaken, waardoor je kan gaan. Je metabolisme gaat sneller werken en je gaat ook cortisol produceren, wat dat zorgt voor meer actie. Nu hoor ik jou denken, Rani, een sneller metabolisme, dat betekent afvallen. Als ik onder stress sta, vermager ik. Ja, dan vermager je, maar je ontstekingsmechanismen en je immuunsysteem die gaan daardoor achteruit gaan. En zijn dat nu geen twee dingen die we graag willen hebben in een wereldwijde pandemie? En ook de productie van je geslachtshormonen gaat achteruit. Ah ja, als je moet vechten of moet vluchten, moet je geen baby's maken. Ook je bloeddruk gaat omhoog en je emoties van vertrouwen en van verbondenheid gaan dalen. Het zou wel erg zijn als je met een sabeltandtijger aan het vechten bent en dat je ineens sympathie gaat krijgen voor dat beest. Ah nee, in zo'n momenten is het ofwel de sabeltandtijger ofwel jij. In dat licht gaat ook je slaaphormoon naar beneden, want je moet natuurlijk wel actief en wakker zijn als je moet vechten of moet vluchten. Maar zo zakt dus ook de neurotransmitter die zorgt voor je emoties. Je gaat dus wat vlakker worden en je gevoelens van eenheid gaan verminderen. Nogmaals, als je die dingen hoort, als jij moet vechten met zo'n sabeltandtijger, dan is dat perfect logisch, als dat er gezegd is. Als je voor het rood licht staat daarentegen, niet zo. Ons stresssysteem is helaas een klein beetje blijven hangen in de oertijd, zoals ik al heb gezegd. Dus als jij een drukke periode hebt op je werk, als je veel deadlines hebt, als je dan nog eens voor het rood licht staat, als er thuis iemand op je zenuwen werkt, dan gaat datzelfde systeem blijven draaien. Dat is niet zo praktisch natuurlijk. Zeker niet als dat elke dag gebeurt en je stress chronisch gaat worden. Daar zijn onze hersenen ook nog helemaal niet in mee geëvalueerd. En dan kunnen er wel een paar nare dingen gebeuren. In een chronische stressreactie, dan gaan je organen verstoord worden. Je spieren gaan gespannen blijven. Denk onze stressspiertjes hier. Je gaat verteringsproblemen krijgen. Je gaat je gejaagd en misschien wel agressief voelen door de adrenaline.
je schildklier kan uitgeput raken, dan is het helemaal gedaan met het metabolisme. Je bijnieren kunnen uitgeput raken. En als dat uitgeput raakt, dan zitten we in de miserie. Want dan heb je geen controle meer over je gewicht, je immuniteit gaat naar beneden en je wordt dus sneller ziek. Maar ook je menstruatiecyclus bij vrouwen kan verstoord raken en je raakt er, bij beide geslachten, onvruchtbaarder van. Door de hoge bloeddruk kan je ook hart- en vaatziekten gaan ontwikkelen. En doordat je gevoelens van vertrouwen en van eenheid en van samenhorigheid gaan zakken, kan je wel eens depressief worden en kunnen je relaties met anderen totaal verstoord geraken. Ook kan je slaapstoornissen krijgen omdat je altijd wakker moet zijn en kan je daardoor heel rusteloos en negatief gaan voelen. Maar je kan ook cynisch en eenzaam worden. Je ziet dus dat die stress eigenlijk niet zo onschuldig is. Alle stressreacties beginnen in ons brein en hoewel ze op korte termijn, als je echt in een crisissituatie zit, heel goed zijn, zijn ze heel schadelijk op lange termijn. Probeer dus zeker alsjeblieft een beetje rust en ontspanning in te plannen. Ken je eigen grenzen, voel wanneer je je limieten hebt behaald en luister er ook naar. Als je graag nog meer informatie wilt over stresssysteem en over burn-out, ga dan zeker eens kijken bij Tabblad Wellbeing hier op YouTube. Ik heb daar een afspeellijst gemaakt. Of zoek eens tussen de video's hier op Facebook voor meer informatie over het onderwerp. Ik hoop dat ik je een beetje meer heb kunnen bijbrengen over wat er gebeurt in onze hersenen. En dat je hersenen ook een lichtje hebben laten branden dat zegt dat je dus wel moet opletten. Volgende keer zie ik je graag weer terug. Voor een nieuwe video. Tot snel!